Bij de start van de tweede ronde van beantwoording door de regering tijdens de begrotingsbehandeling heeft het parlement vandaag duidelijkheid gevraagd over het beleid van kansspelen in Suriname. De parlementariërs vinden namelijk dat er onvoldoende toezicht wordt gehouden op bedrijven die zich bezighouden met kansspelen. Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, hield het parlement voor dat de wettelijke taken op dat gebied binnenkort georganiseerd zullen worden. De bevoegdheden zullen worden ondergebracht bij het Instituut van Kansspelen. Welzijn liet verder weten dat de belangenstrijd tussen de Gaming Board en het staatsbedrijf Nationale Loterij voorbij is. De parlementariërs namen echter geen genoegen met deze mededeling. De twee instanties zullen samenwerken, waardoor betere en op effectievere wijze toezicht en controle kan worden gedaan en de handhaving van regels op kansspelen ook gemakkelijker zal geschieden. De fusering van deze twee instanties is nagenoeg rond, waardoor de Gaming Board gehuisvest zal zijn in het kantoor van de Nationale Loterij. We hadden ook vragen gesteld, voorzitter, ten aanzien van de bemanning van de Gaming Board, de operationalisering van de Gaming Board, het middelen vrijmaken van dat soort van zaken. Is dat al in place, voorzitter? Het probleem is veel erger, voorzitter, dan we ons soms denken. Als ik u nu zeg, voorzitter, dat overal in supermarkten mensen kunnen gaan gokken, voorzitter, dan is het gewoon erg. Vanaf 's morgens 9 uur, wanneer de supermarkt open gaat, staan mensen al daar in de rij om mee te doen aan verschillende kansspelen. Mensen vergokken hun geld, voorzitter, die ze zaterdag ontvangen of 2 weken basis ontvangen om daar te gaan vergokken. Dus ik wil wel weten wanneer het zover is dat de controlewerkzaamheden uiteindelijk daadwerkelijk plaatsvinden, voorzitter. Dank u wel. Ja, al 10 jaar of langer hebben we een gamingboard voor noppers. Welzijn beantwoordde ook vragen over de veiligheid. Patricia Etnel van de NPS-fractie vindt dat de regering te lichtvaardig omgaat met dit vraagstuk. Als we de kranten openslaan elke dag, hoor je weer dat er een roofoverval is gepleegd. Maar meer nog, de samenleving kan dit niet meer aanzien. Wanneer we kijken naar de leeftijdsklasse, minister, dan zien we dat er steeds meer jongeren in de criminele circuit belanden. Steeds meer jongeren het probleem hebben om eigenlijk goede keuzes te maken. Echter merk ik dat wanneer we het hier hebben over hoe de criminaliteit aan te pakken, zegt de regering, we zullen komen met plannen. We zullen komen met dit. Terwijl het gras groeit, sterft het paard. Het wordt met de dag erger, minister. Kunt u concreet aangeven hoe de regering in 2018... het criminaliteitsvraagstuk zal oplossen. Dat was assembleelid Patricia Etnel vandaag tijdens de begrotingsbehandeling. Ze is niet tevreden over de beantwoording van waarnemend minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie.